Een moeilijke doelgroep om kaarten voor te maken zijn mannen. Hallo, ik ben Leonie en dit is een filmpje van prulliken.nl. Leuk dat je komt kijken. Juni is bij uitstek de maand voor de mannen. We hebben natuurlijk Vaderdag en daarnaast zijn er best een flink aantal mannelijke familieleden van mij jarig in juni. Dus het is hoog tijd om eens aan de slag te gaan met wat mannelijke kaarten. Omdat het bijna Vaderdag is, leek het me een goed idee om te proberen om een wat mannelijke kaarten te maken. En daarvoor ga ik natuurlijk het He's the Man designpapier gebruiken. Dit papier is geweldig. Het is echt ontworpen met mannen in gedachten, hoewel je ze natuurlijk ook kan gebruiken voor vrouwelijke kaarten. Maar ze zijn ook echt, je merkt het ook gelijk aan de sfeer, aan de kleurgebruik, dat dit echt bedacht is voor mannen. Dus we hebben een leuk barbecue thema in zwart met Sahara Sand. Met een Cajun Craze achtergrond. We hebben ook hele goede patronen als een basispatronen om dit spullen mee aan te kunnen vullen. We hebben de kampeerthema met je campers en je caravan en die leuke busjes. En ook weer hier een hele mooie neutrale ruit als achtergrond. We hebben autootjes, je klassieke auto's, je motors. Nou ja, alles wat een motor heeft, dat zit erin. En ook hier weer een hele mooie neutrale print die ik al eerder een keer gebruikt heb overigens. We hebben deze hele leuke print voor de echte gentleman onder ons. Met vlinderdasstrikjes en snurretjes en brilletjes en stropdassen. En al dat soort dingetjes, de meer klassieke look. Met ook een klassieke ruit in de achtergrond. Zo kan je dat zo voorstellen dat daar een mooi tweedpak van gemaakt is. En dan hebben we nog een mooie neutrale print die ook aan de achterkant voorzien is van een leuke print die ik zo zou kunnen zien op een stropdas of iets dergelijks. En het zesde vel wat er in deze collectie zit, want er zitten altijd zes verschillende vellen in. In dit geval vijf verschillende designpapiertjes. Het zesde vel is deze en dit is namelijk een vel met allemaal die-cut shapes. Deze velletjes, deze vormpjes zijn allemaal al voorgesneden. En je hoeft ze alleen maar uit te drukken en je kan er gelijk je kaart mee kopen. Ja, dat kopen. Je kan er gelijk je kaart mee maken. Dus ja, dit is een ideale set als jij wil gaan beginnen met kaarten maken. Nog nooit eerder iets gedaan heeft. Onzeker voelt over stempelen, want je hebt geen stempels nodig. Alles zit gewoon hier al in het pakket. Er zitten dus nog wel, want het is onderdeel van een suite. Dan zit er ook nog een stempelset bij en een stanserset. Je kunt hem terugvinden op bladzijde 78 in de catalogus. Dus dan heb je hier ook nog een hele leuke stempelset bij. En het andere onderdeel van deze suite waar ik dus helemaal dol op ben, dat zijn de coördinerende stansen. Die staan op bladzijde 164. En die kan ik er al bijna bij pakken. Kijk, daar is hij. En die hebben dus hele leuke, mooie, goed bruikbare, overal inzetbare vormen. En nog een keertje dat ruitjespatroontje, wat je dus ook als uitgestanst vormpje nog kan toevoegen in een achtergrond of dergelijks. Om wat extra detail toe te voegen. Dus echt een hele gave stempelset of stansenset die voor meer bruikbaar is dan alleen je mannelijke kaarten. Maar de vormen die coördineren wel dan weer met de onderdelen uit de stempelset. Het vierde onderdeel zijn overigens deze Rustic Metallic Adhesive Back Dots. Dus als je nog een wat stoerdere, mannelijkere embellishment erbij wil, dan hebben ze die dotjes erbij uitgekozen. Dus je kan er of voor kiezen om gewoon, zoals ik, de onderdelen te kiezen die je eruit wil hebben. Of je kan zeggen, nee, ik vind het allemaal fantastisch, ik wil de hele suite. Dan heb je hier ook één codenummer waarmee je dus de bundel, dus met die 10% korting, de stempel en de stansenset heb en het papier en dus die metallic adhesive backed, rustic metallic adhesive backed dots. Goed, dat was genoeg voor vandaag van alle promotie. We gaan lekker aan de slag. Ik wil een barbecue thema kaart maken. Ik heb daarvoor een stuk Cajun Craze kaartkarton gevonden in mijn restjesmap. Deze is al 10,5 centimeter hoog en de volledige lengte nog breed. Dus die gaan we een rillijn geven bij 14,85 om zo onze basiskaart te vormen. 14,85. En dan hebben we een basiskaart. Die gaan we dan weer eventjes aanduwen met ons vouwbeentje.
En dan wil ik daar wat laagjes op. Dan vond ik dus dat papier met de barbecue thema wel heel erg leuk om erop te gebruiken. 1,5 centimeter eraf. Dus dat is 9. Bij 13,45. Zeg ik dat goed? Ja, 13,45. 35. 13,35. Ja, dan hebben we een mooie rand rondom. En dan wil ik lekker het andere papiertje weer daarop gebruiken. Dus we gaan nog maar heel weinig zien van ons barbecue printje, vrees ik. Maar ik denk dat ik dat wel mooier vind dan... Want anders dan zie je straks niet meer wat erop staat. Gaan we die weer 1,5 centimeter kleiner maken. Dus dan wordt die 8,5. Oh, dat was niet goed. Zag je wat ik daar deed? Dat moest 8,5 zijn. Oh, dat is zonde. Zonde. Nou ja, het is nou helemaal gedaan. 8,5. Dus doe wat ik zeg, niet wat ik doe. Bij 12,85. Oh, ik vind het altijd zo zuur als ik dat soort foutjes maak. Nog steeds ook gewoon, hè. Ik bedoel, hoe lang knutsel ik nou al helemaal? Ja, dus je ziet heel weinig nog van het barbecue printje in de achtergrond. Dat is een beetje jammer, maar ik denk wel dat dit leuk is. Ik heb ook al een aantal van de die-cut shapes gepakt. En ik denk dat we eerst moeten gaan kijken wat voor een oriëntatie de kaart moet gaan krijgen. Ik heb namelijk de letters gepakt van Alphabest. En de letters die ik gekozen heb om te pakken, daar kan je Fijne Vaderdag mee spellen. Maar dat lijkt me een beetje lang voor dit. Wat ik natuurlijk wel kan doen... Nou, ik ben er nog niet uit met mijn layout, dus ik denk dat het slim is om eerst mijn letters te gaan stempelen. En kijken of ik daar een mooi woord van kan maken. Dus het gaat Fijne Vaderdag worden. Dus de lettertjes die heb ik al gepakt en ik ga ze individueel stempelen. Met Memento en wellicht ook nog met Cajun Craze. Maar door ze afzonderlijk op mijn blok te doen, kan ik ze veel dichter bij elkaar plaatsen. Waardoor ze minder ruimte in beslag nemen. En ik zal Cajun Craze gebruiken om Vaderdag te schrijven. Daar hebben we de E trouwens ook nog een keer voor nodig. Ik kan ook vader en dag los doen. Fijne vaderdag. Dat past misschien beter. Oké, dus we gaan vader en dag nog een keer opnieuw stempelen. Oké, dus het wordt fijne vaderdag. Tak, tak, tak. 3 onder elkaar. Ik ga deze even uitknippen met mijn papierschaartje en dan kom ik zo weer bij je terug. Oké, dus ik heb de lettertjes uitgeknipt. Ik heb nog een banner vorm en nog 2 sterretjes toegevoegd. En ik denk dat dit ongeveer de layout gaat worden van hoe het moet gaan worden. Dus ik ga alles er voorzichtig naast leggen. En dan gaan we beginnen met opplakken. Even checken welke kant open gaat. Voor deze laag trouwens nog niet zo heel belangrijk. Want die gaat alle kanten uit. Er is altijd wel een beetje wat ondersteboven zit. Maakt niet uit, want daar zie je toch bijna niks van. Dus deze laag hebben we. Die komt hier dus plat op. En dan wil ik deze laag plat hebben. En dan moeten we even goed gaan passen wat nou ook weer precies waar gaat. Zodat we het wel allemaal kunnen zien en lezen. Fijne gaat plat. Eerst doen wat ik weet. Fijne gaat plat. Deze gaat plat. Dimensionals. In de 4 hoeken. Ja. Die wil ik ook met dimensionals. Oké.
verder dan weer plat mag. Een dag ook. En de barbecue krijgt dan weer dimensionals. En de sterretjes gaan plat. Zo. Dus, als je een vader hebt die van barbecue houdt, of van vleeswaren en, nou niet vleeswaren, maar vissen en dergelijke roken, zoals mijn vader leuk vindt, dan is dit misschien een hele leuke vaderdagkaart. Het barbecue thema is slechts één van de thema's waar je kaarten mee kan maken met de He's the Man design papierpak. Het is een slimme investering, want je hebt niet meer nodig dan alleen het papier en wat lijm om er een leuke kaart mee te maken. Wil jij nou zelf ook aan de slag gaan met het He's the Man design papier of de Alphabet stempels? Dan is het misschien fijn om te weten dat ik een onafhankelijke Stampin'Up demonstratrice ben. En ik help jou graag met je aankopen. En aan het einde van dit filmpje leg ik je precies uit hoe dat in zijn werk gaat. Voor nu hoop ik dat je dit een leuk filmpje hebt gevonden en dat je me dus een duimpje omhoog geeft. Vergeet ook niet om een comment achter te laten als je me wil laten weten wat je er exact van hebt gevonden. En wil je meer filmpjes van mij zien? Vergeet dan niet om te abonneren op dit kanaal. Elke dinsdag en vrijdag ben ik hier online te vinden met een nieuw stukje content voor je. Voor nu is dit alles wat ik te vertellen heb. Ik wens je vast een hele fijne dag, ontzettend veel knutselplezier en graag tot de volgende keer. Doei doei!